Ik ga het experiment aan en verander mijn kleurrijke leven voor één dag in... In zwart-wit. Alles wat ik vandaag koop, alles wat ik eet en alles wat ik doe moet zonder kleur zijn. Hoe is een leven zonder kleur en hou ik dit de hele dag vol? Mag ik jullie voorstellen aan Joep? Ik heb heel erg veel geluk, want ik heb namelijk een zwarte telefoon. Die mag ik dus de hele dag gebruiken, alhoewel ik moet nog wel één instelling veranderen. Zoals je ziet is het beeldscherm namelijk behoorlijk kleurrijk. En dat mag natuurlijk niet. Dus met een druk op de knop veranderen we mijn telefoon volledig in zwart-wit. Dit ziet er echt zo saai uit. Laten we gelijk alle beeldschermen op zwart-wit zetten in huis. Mijn nu nog kleurrijke computer zetten we ook op zwart-wit. Oh, dit ziet er echt heel saai uit allemaal. Hey, maar Paak, gelukkig ben jij sowieso al zwart-wit, hè? Ja, jij past perfect bij deze challenge. En ook de tv moet eraan geloven. Alles wordt zwart-wit. Hey Paak, vind je het ook saai of niet? Zo te zien wel. Het is inmiddels behoorlijk zwart-wit in huis, maar wat tegenwoordig ook zwart-wit is, dat is de gloednieuwe YouTube abonneerbutton. Als je nou nog niet geabonneerd bent, dit is het moment. Druk eventjes op die zwarte knop. Hoe toepasselijk bij deze challenge. En als je al wel geabonneerd bent, laat het mij dan eventjes weten door de video een duimpje omhoog te geven. En laat even in de reacties weten sinds wanneer jij abonnee bent. Het is inmiddels bijna 8:30, dus ik vind het hoog tijd om even een lekker ontbijtje te gaan maken. Alleen, ik heb nog niet echt boodschappen gedaan voor deze challenge, dus we gaan gewoon kijken wat er gebeurt als ik nu een zwart-wit maaltijd zou moeten maken. Wat zit er in de zwarte koelkast? Oeh, heel erg veel dingen met kleur, maar wat hebben we daar? Magere kwark, dat is zeker weten wit. Verder zie ik hier, oh kijk! Witte hagelslag. Nou, en dit dan? Rijstwafels. Dit is ook perfect. Heel veel witte dingen, daarom ga ik in deze zwarte mok zwarte koffie zetten. Zo, ik pak maar even deze zwarte klapstoel erbij. Want op onze roze stoelen mag ik natuurlijk helaas niet zitten vandaag. Ja, het zit niet echt lekker, maar we doen het er maar mee. Wat gelukkig wel lekker is en waar ik best wel verbaasd over ben, is het geweldig ontbijt dat ik heb samengesteld. Dus ik zou zeggen, eet smakelijk. En het is vandaag extra belangrijk dat ik een goed ontbijt heb, want Thomas en ik vertrekken zo meteen naar Utrecht en ik neem je natuurlijk mee. We hebben namelijk een hele leuke, belangrijke en bijzondere afspraak, wat soort van ook direct weer een challenge is. Dat klinkt nu waarschijnlijk allemaal heel erg raar, maar ik ga het jullie zo meteen allemaal uitleggen. Ik ben nog even aan het nadenken over wat ik nou precies aandoe vandaag. En ik kan nu eindelijk mijn nieuwe schoenen aan die ik laatst op vakantie heb gekocht. Kijk, ik vind deze wel heel erg vet. Perfect zwart-wit. En let even op, dit is echt een tip. Ik heb deze heerlijke parfum. Club de Nuit Intense Man. Hij zit niet alleen in een zwart flesje, hij is echt super lekker en niet te duur. Vergeleken met heel veel andere parfums dan. Ja, dit is echt heerlijk. En deze jas is echt perfect voor vandaag. En ondertussen zitten we in de auto. En Rut, ik denk dat jij wel geluk hebt, want je stoelen zijn wit en je stuur is zwart. Ja, ik mag gelukkig gewoon rijden. En speciaal voor je challenge heb ik ook iets zwart-wits aangetrokken. Nou, dat vind ik wel heel erg leuk. Ja. We zijn wel echt matchy-matchy. Ik ga vandaag gewoon meerdere zwart-wit outfits aan je laten zien. Oh, nou, een haute couture show. Ja, precies. En wij zijn nu onderweg naar iets heel leuks, want we gaan boeken signeren. En we gaan er niet 10 signeren, we gaan er niet 20 signeren. Het wordt een hele challenge, want we gaan er in totaal 800 signeren. 800! Dat betekent samen 1600 handtekeningen. Oh. Hey, kan ik goed rekenen? Ik heb gelukkig zwarte stiften meegenomen, dus dat moet helemaal goed komen. Ja, dit zijn er maar 2. Kun je je voorstellen hoeveel 800 boeken bij elkaar zijn? Dat is echt niet normaal. Ik ben benieuwd hoe dat eruit ziet. Ja, maar ik heb eigenlijk trek in eerst iets lekkers, want we hebben nog een kwartier over voordat we er moeten zijn. Dus laten we even een pitstop doen. We zijn gestopt bij Starbucks en ik hoop maar dat ze hier iets zwarts hebben. Dit is allemaal niet zwart. Oeh, maar wel behoorlijk wit. Het ziet er allemaal heel lekker uit, allemaal niet zwart. Maar kijk eens hier, ja. Dit cakeje, deze chocolate lover cake, zo heet hij. Die is zwart. Een erg zielig moment, want moet je eens even kijken, Starbucks heeft nu de kerstbekers, maar ja. Ho, 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 die is van mij. Ho, 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 was dat nou een grap? Nee, dat was geen grap. Ja, dat was eigenlijk ongeluk. Maar daardoor hadden ze dus geen witte bekers.
vingers meer die ze altijd hebben. Op deze hele kleine na. Dit is nog een kleiner bekertje dan de kleinste maat die ze normaal gesproken hebben. Oh, maar niet het groen aanraken, hè? Niet het groen aanraken. Oh nee, dat doe ik niet. Nee, nee, nee. Wel erg lief dat er vuurtje op staat. Dat vind ik wel leuk. Zelfs ik ben vuurtje vandaag. Laten we heel snel doorrijden op naar onze afspraak. Zo, we zijn inmiddels gearriveerd en moet je eens even kijken wat er hier klaar ligt. En dit is nog niet eens alles, want hier in de dozen zitten er nog veel. Ja, deze gaan we ook allemaal signeren. Moet je eens even kijken. Stapels tijdmachines liggen gewoon klaar. Ja, ik denk dat we maar gewoon moeten beginnen. Ja. Dan zijn we vanavond nog niet klaar. Dat denk ik ook. Maar we hebben gelukkig mentale support van Paco die er ook gewoon bij is. Dus het moet helemaal goed gaan komen. En we zetten gewoon een leuk liedje aan. En dan komt het helemaal goed, toch? Ja, beter dan wanneer jij gaat zingen. Alle tijdmachineboeken die je hier ziet worden verspreid over de boekhandels in heel Nederland en België. Als je de komende tijd dus ons boek haalt, zou het zomaar kunnen zijn dat je een gesigneerd exemplaar hebt. 3. Nog 3. Nog 2. Laatste. Ja, mijn nog. Yay! 800! Oh, hey. Ik voel het wel, man. Ik kan het bijna ook niet meer. High five geven. Oh. Al deze boeken die in deze dozen zitten, zijn nu gesigneerd. Helemaal in stijl bij de video is het plotseling een hele grijze, regenachtige dag geworden. Ik heb Thomas eventjes thuis afgezet, maar wij gaan nog eventjes door naar de supermarkt. En daar gaan we alle zwart-witte producten kopen die ik zie. En hopelijk kunnen we daarmee een goede lunch maken. Tada! Oh, ik heb een tas vol met zwart-wit producten. Dus ik denk dat een lekkere lunch wel moet gaan lukken. Laten we eens even kijken. Dit is al perfect wit brood. En daar doen we zwart-witte hagelslag op. En weet je wat? De rest bewaren we gewoon voor straks. Eet smakelijk! Oh, die hagelslag, dat is tot nu toe het beste zwart-witte product. In tegenstelling trouwens tot mijn telefoon, want ik merk dus nu dat ik hem veel minder gebruik vandaag. Het is gewoon niet echt boeiend om nu naar mijn telefoon te kijken als alles zwart-wit is. Dit is dus eigenlijk meteen een tip, mocht jij dus net zoals ik te veel op je telefoon zitten. Stel je telefoon al eens een dagje in op zwart-wit. Je zult zien dat je hem veel minder zal gebruiken. Hé hey Paak, ik heb trouwens nieuws. Jij bent misschien wel de leukste witte hond van de straat. Maar sinds een paar dagen woont er nu een puppy bij mij in de straat. En heel toevallig is het een zwarte hond. En ik heb de eer om eventjes op Joep, want zo heet hij, te passen. En ik vind dat we niet met lege handen aan kunnen komen bij Joep. Dus we gaan nu op zoek naar een kraamcadeau. Alleen, die moet dus ook in zwart-wit zijn. Ik hoop dat ze iets bij het tuincentrum hebben. Dat is natuurlijk superleuk allemaal, maar ja, niet vandaag. Een knuffel zou natuurlijk geweldig zijn. Even kijken. Deze is voor vandaag gemaakt. Moet je kijken. Een geweldige zebra. Die neem ik mee. Nou, wie hebben we daar? Ben jij Joep? Kom maar Joep. Ga even naar binnen. Oh, wat klein ben je nog. Mag ik jullie voorstellen aan Joep? En Joep is 8 weken oud en heel erg enthousiast zo te zien, want het cadeau is volgens mij alweer goedgekeurd. Nou, jij gaat er wel meteen voor, weet je wat? Pak hem maar gewoon. Volgens mij is Joep er heel erg blij mee. Ja, die is mooi hè? Nou, een perfect cadeau zo te zien. Ik weet alleen uit ervaring dat het erg belangrijk is om veel met een puppy naar buiten te gaan. Dus Joep, zullen we even proberen om een plasje te doen? Vandaag bestaat natuurlijk alleen maar uit zwart en wit en geel is niet welkom hier. Joep, gaan we even een plasje doen? Oeh ja, dat is de camera hè? Nou, wat schattig. Moet jou een plasje laten doen, Joep? Dat zou wel even heel... Oeh! Voordat je het op de vloer doet binnen. Zullen we een plasje doen? Kom maar. Ja, dat zijn de bloemetjes. Die laten we maar even met rust, hè? Is dit een plashouding? Nee, het kan zijn dat je niet moet, hè? Nou, Joep, je bent wel echt het zwarte hoogtepunt van mijn dag. Dit is echt het leukste wat me had kunnen overkomen. Oppassen op Joep. Hé? Zo schattig. Inmiddels is het hoog tijd om het avondeten klaar te gaan maken. En ik ga een gerecht maken. Ik ben er een beetje zenuwachtig voor. Ik heb hier namelijk inktzwarte pasta. En als ik inktzwart zeg, dan bedoel ik ook echt inktzwart. Letterlijk, want dit is zwarte pasta gemaakt van inktvisinkt.
Dat klinkt echt helemaal niet aantrekkelijk. Je ziet het hier ook op de verpakking staan. We hebben alleen een klein probleem, want normaal gesproken kook ik pasta in deze pan. Maar ja, die is natuurlijk niet zwart of wit. Ik denk dat we het maar in deze moeten proberen. En ik ben nu helemaal onderweg naar boven, want daar hebben we een zwarte kraan. Ik mag de gouden kraan in de keuken natuurlijk niet gebruiken. Oh, wat een gedoe dit. Hier heb ik een prachtige zwarte kraan waarmee we de pan kunnen vullen. Bij mijn zwart-witte pasta gerecht hoort er ook nog een kabeljauw. Witte champignons. En natuurlijk een pastasaus. Dit ziet er zo raar uit, maar dit gaat nu in het kokende water. De inktvis inktpasta is klaar en moet je eens even kijken. Het is echt super zwart. En daaroverheen gaat natuurlijk deze heerlijke witte saus. En we garneren het af met deze witte mozzarella bolletjes. Wow, moet je eens even kijken. Hoe ziet dit eruit? Ik hoorde net het woord inktvis en ik vind het opeens niet lekker eruit zien. Ja, dat klopt. Er zit echt inktvis inkt in. Uiteraard heb ik ook zwart bestek gepakt. Ik heb alleen geen lepel gepakt. Dat moet je natuurlijk eigenlijk met pasta wel doen. Maar om eerlijk te zijn kan ik dat niet. Pasta met een lepel eten. Jij? Ik maak me meer druk over het feit dat ik inktvis ga eten. Als je niet had verteld dat het inktvis was, had ik het waarschijnlijk lekker gevonden. Dat maakt mij ook wel heel erg benieuwd, dus eet smakelijk. Ja, gaat het nog? Het gaat nog. Het is best lekker. Ik proef helemaal geen enkel spoor van inktvis of wat dan ook. Dus het idee is gekker dan de smaak van deze maaltijd. Maar ik heb nog steeds een beetje het idee alsof ik dropveters aan het eten ben. Inmiddels ligt de tafel hier vol met lekkere zwart-witte snacks. En ik ga een film kijken, een zwart-witte film wel te verstaan. Hij is dus echt gemaakt om in zwart-wit te kijken. De film heet Roma en hij staat op Netflix. Hij is een beetje saai, hè, Paak, de film. Ik weet nou niet of het door de kleuren komt of door de film zelf. Ja, jij wil eende tv kijken, ik weet het. Doen we een andere keer. Ondanks het gebrek aan kleur heb ik een hele leuke dag gehad en ik hoop dat jij het ook heel leuk vond om te kijken. Geef even dat duimpje omhoog, abonneer je natuurlijk op mijn kanaal en druk vooral even lekker door naar deze video's die ik speciaal voor jou heb geselecteerd. Ik weet namelijk zeker dat je ook met heel veel plezier naar die video's gaat kijken. Alvast heel erg veel plezier en ik zie je gewoon volgende week weer met een hele nieuwe video. Bedankt voor het kijken, doei doei! Nou Paak, heb je toch nog je zin? Eende TV. Het is alleen wel een zwart-wit, maar zo te zien maakt dat niet uit.